Hallo allemaal, welkom bij het kanaal over gasvrij wonen. Vandaag gaan we kijken naar een nieuwe soort warmtepomp die op de markt komt binnen enkele jaren mogelijk. En dit is de adsorptie warmtepomp. En deze werkt op gas, maar verbruikt tot 50% minder gas dan een HR-ketel. Ook wel bekend als een super rendementsketel, deze adsorptie warmtepomp. Dus laten we kijken naar het artikel en de wat meer details over dit type warmtepomp. Nou, dit is dus het artikel van de Tubantia en het gaat als volgt. Met deze warmtepomp uit Enschede kan 30 tot 50% op de gasrekening worden bespaard. Dit gaat om een warmtepomp ontwikkeld door het Enschedese bedrijf Cool Sustainable Energy Solutions. Dat is een hele mond vol. Maar het is dus een warmtepomp aangedreven op gas. Het Energiefonds Overijssel en enkele private investeerders vinden de Twentse vinding zo kansrijk dat ze er 1,5 miljoen euro in het bedrijf steken. Dus dit klinkt wel als een bedrijf wat echt concreet gaat worden in hun product. En de bedoeling is dan dat deze adsorptie warmtepomp sneller op de markt gebracht kan worden. En dit kan dan de HR-ketel gaan vervangen. Nou, dan zie je verder in het artikel dat deze mensen, deze oprichters, die zijn al 9 jaar bezig met de ontwikkeling ervan. Dus ze zijn vrij toegewijd aan dit product. En je ziet ook dat deze technologie, adsorptietechnologie, al langer gebruikt wordt voor het koelen van gebouwen, maar niet voor het verwarmen. En wat er gebeurt in dit systeem, staat hier ook: de warmtepomp van de Enschedese makelij haalt extra warmte uit de buitenlucht, verbruikt daardoor minder gas en is dus milieuvriendelijker. Nou, hier worden nog wat verschillen genoemd tussen deze versie en de traditionele warmtepomp. Hij is dus gasgestookt en niet door elektriciteit aangedreven. Dat betekent dat hij ook een stuk minder geluid maakt, wat nogal een probleem was met bestaande warmtepompen. Verder bestaan de huidige versies uit twee delen, een buitengedeelte en een binnengedeelte, terwijl deze warmtepomp maar 50 bij 60 centimeter is, in een zeil van een meter kan en kan gewoon binnen worden gemonteerd. Daarnaast is het ook zo dat dit type warmtepomp kan gewoon aangesloten worden op de bestaande radiatoren, wat toch bij elektrische warmtepompen niet het geval is. En dan staat er nog wat over de prijs. Nou, de prijzen, de adsorptie warmtepomp wordt 1 keer zo duur als de bestaande HR-ketel. Dus dat is wel een stuk prijziger, maar ze zeggen dat de besparing op gas wel ervoor zorgt dat je terugverdientijd tussen 5 en 8 jaar is. En staat erbij, als de energieprijs blijft stijgen en grote aantallen gaan maken, dan wordt het wel iets korter. Dan heb je binnen een kortere tijd je geld terug. Inmiddels is het bedrijf met de grote fabrikant van verwarmingsketels in gesprek over productie van grote aantallen. En het zal nog een paar jaar duren voordat de warmtepomp op de markt komt. Dus we zullen wel even een paar jaar moeten wachten. Nou, Johannes Burger, een van de oprichters, die geeft ook aan. Hij ziet aardgas nog niet snel verdwijnen uit Nederland. Hij verwacht dat er op middellange termijn groen biogas en waterstof voor in de plaats komt, waarmee de technologie ook prima werkt. Dus dit type warmtepomp kan overweg met gas, biogas of waterstof. Er zijn toch een aantal duidelijke voordelen ten opzichte van de huidige traditionele warmtepomp. En verder zou ik ook zeggen, overheid, laat het gasnetwerk nog even met rust. Hè? Plaats nog rustig gewoon gasleidingen, want er is gewoon een kans dat die gebruikt zullen worden met andere alternatieven, zoals met waterstof of voor dit soort warmtepompen. Dus het lijkt me ook goed dat hier gewoon rustig aan mee wordt gedaan en dat we gewoon zorgen dat het gasnetwerk wel in stand blijft. Want wie weet zal het nog goed van pas komen. En het gaat hier vooral om, om bestaande bouw, waar immers ook gewoon miljoenen van zijn. Hè. Er zijn gewoon miljoenen bestaande woningen en hiervoor is dit type warmtepomp gewoon veel beter dan de elektrische warmtepomp, die kan je prima implementeren bij nieuwbouw. Dan ga je gelijk, pas je alles aan op dat type verwarming. Maar bij bestaande bouw is dat het toch een stuk minder gunstig. En dan kan dit een goede oplossing zijn die gebruik maakt van een stuk minder gas, maar wel van het gasnetwerk. Nou, dat was de video voor vandaag. Ik hoop dat je het interessant vond. Zie je volgende keer weer bij de volgende video.